Ik voelde het aan mijn adem dat ik moest stoppen met roken. Ik kreeg precies te weinig lucht als ik eens ging wandelen. Ik wil nog graag wat reizen. Dat ging dan niet meer. Als je met kameraden s'avonds ergens gaat eten. Je moet buiten gaan. Je hoort er precies niet bij dan. Het was echt niet fijn. En iedere reden was goed. Alles was goed om te stoppen. Ook het financiële natuurlijk is niet niks. Een pakje per dag, dat telt. En al het geld wat ik kan sparen daardoor, dat is meegenomen. Ik ben samen met mijn vriend een klein projectje bezig in Sri Lanka. Voor huisjes te bouwen voor de mensen die het daar zo moeilijk hebben. Ik had het er heel moeilijk mee om te beslissen van te stoppen, omdat ik dacht, ik ben al 2 keer mislukt, de derde keer gaat ook niet lukken. En toen ben ik bij Tabakstop terechtgekomen en die hebben mij geholpen. Ik ben nu ongeveer 1,5 jaar geleden gestopt met roken. Ik ben zo fier als een gitter. Het lukt mij nog altijd. Wat mij wel veel geholpen heeft, dat is buiten gaan, weggaan met vrienden, met familie. Weggaan, fijn dingen doen, gaan fietsen, gaan wandelen en wortelen. Ik eet tamelijk veel wortelen. Ik heb ook appelen geprobeerd. Maar die wortelen vind ik gemakkelijker. Dat wordt niet bruin. Ik kan mij dat op voorhand klaarmaken. Ik doe dat in een zakje. En als ik ergens naartoe ga, in plaats van mijn doosje sigaretten, neem ik mijn zakje met wortelen mee. Ja, wat ik geweldig vind bij Tabakstop is dat je echt een professionele begeleiding hebt. Dat zijn tabakologen. Ik wist dat in het begin niet, maar ik heb nooit het gevoel gekregen dat Dirk tegen mij zei van nu moet je dit en dan moet je dat en dat niet en laat dat. Hij heeft mij altijd bevestigd in de manier waarop dat ik het deed. En dat maakt het ook zo gemakkelijk. Echt waar, die begeleiding, dat is niet te onderschatten. Die mensen die mogen ze echt waar, het eind van het jaar, een heel dikke pluim geven.